Hey, hallo mensen. Welkom terug bij deze een nieuwe video. Even wat groter beeld. Ik weet niet of jullie al de foto hebben, nou de video hebben gezien van 1 uur. Echt super cool. De mooie techniek van mij. Ik wil niet te veel spoileren als je hem nog niet hebt gekeken. Kijk dan even in de beschrijving of zo. Super leuk. Het is vandaag nog een beetje licht. Het is nu 6:30. En ik ga even een video opnemen. En wat voor video gaan we opnemen meteen? We gaan een mooie video opnemen. Van The Sims, man. Heel mooi. En dit ben ik. Dit is mijzelf. Ik vind wel dat ik een groot mondje heb. Nou, dit ben ik dus. En laten we gaan beginnen. Dus ik zat zo even te denken. Ik heb dus nu al 2 games gemaakt. 1 met nog een paar mensen. En 1 gewoon van mezelf. Alleen daar had ik allebei blauw haar. En als jullie nou willen dat ik ook in de Sims blauw haar ga nemen, zeg het dan ook gewoon van, hey, neem gewoon dat. Dat is leuk. Prima. En we gaan een Willow Geek wonen. En we gaan niet zo. We gaan niet zelf maken. Daar doen we niet aan. Maar we gaan hier wonen. Nee joh. Want ik heb een muis, dat is best wel kut. We gaan hier kunnen we wonen en we kunnen hier. Dit vind ik ook wel een leuk huis. En dit is nog best wel duur. En hier kunnen we. En deze is denk ik het goedkoopst. Dus, nou, dan gaan we voor deze. Superleuk. Ja, daar ben ik dus. Hoppakee. Gemeubileerd. Dat willen we wel. Anders betalen we nog meer. En, ik zat dus vandaag even Roblox te spelen met iemand. En toen hadden we dus de hele tijd over John. John Doe. Jandu, die komt dus om 18 maart komt hij, dus op Roblox en dan gaan ze iemand hacken of zo. Of ja. En ik heb een bandana. Dus ik heb... Oké, ja. Dit is mijn bandana. En nu ben ik echt fucking lauw. Even dat je het weet. Maar ja, die ga ik nu dus niet opdoen. Oh, hij ligt daar nog. Oké, hallo! En dit is dus onze sim. Ik weet niet dat jullie het heel goed kunnen zien. Ik hoop het. En hij gaat even een boekje lezen. En we gaan nog gelijk even een verandering doen. Weer aan. We gaan naar F2. En dan gaan we bouwen. Want we hebben dingen nodig. We gaan naar een studio. Of een studie. En dan gaan we naar schilders even, want die wil ik blauw. Die gaan we hier nu. Ja, en zo dacht ik het dus een beetje. Gewoon. En dan in mijn eigen kamer. Oh, dit vind ik wel. Oh, nu heb ik dat verkocht. Nou, die moet gewoon lekker daar. En dan zetten we hier gewoon even een bureau neer. Ja, hup. Gewoon zo'n bureautje. Ik wil wel een comfortabele stoel. Dus dan gaan we gewoon deze kopen. Maar we hebben wel gewoon een comfortabele stoel nodig. En gewoon even een computertje. We hebben niet een hele goede nodig. Maar we hebben wel gewoon een computer. Gewoon deze. Die is best wel veel geld. Maar ja, dat heb ik ook gewoon nodig in het leefgebied. Voor de rest moet er wel best cool uit. Toch? Nou, zo. Zo, en we gaan even een boekje. Maar dat wil ik. Al is bijna uitgelezen, dus ja. En daarna gaan we even een klassiek schilderij van €75 maken. Dat was altijd wel leuk. Om een leuk schilderijtje. We moeten even hier ook gaan kijken. Want ons sociaal gaat wel naar beneden. Maar we gaan eerst even lekker schilderen. En ik heb iets geleerd. Dankzij de nieuwe schil.
Schildervaardigheid van Deen kan hij nu prachtige creaties of schilderdoeken maken. Hoe hoger het vaardigheidsniveau, des te de vormen die hij kan schilderen. Oké, dus ik kan nu een mooiere schilderij maken. Hij is alweer bijna klaar. En het ziet er wel mooi uit hoor, Deen. Even, het ziet er wel mooi uit. Even. Ik zou het niet in het echt kunnen tekenen. Ik teken meestal heel erg. Ik kan best wel tekenen, vind ik zelf. Alleen als ik teken, dan teken ik heel erg gewoon heel kinderlijk. Een beetje simpel. We gaan hem in een doek inlijsten. We gaan hem een naam geven. En noemen hem Speeleiland. Een speeleiland. Ja. Speeleiland.nl aan een verzamelaar verkopen. Hoeveel zal dat opleveren? Oh, hij heeft wel even zijn handjes wassen, deze boy. Hoeveel zal het opleveren? €66. Netjes. 66. En daar komt een vrouw. Oh, ze loopt wel heel blij. Liberty Lay. Later even lekker. Ah, dat vind ik. Oh, dat is een oma. Dat is een oma. Een dag in het leven van Gerda. Ja, maar wat is er nou? Laat haar gewoon even. Ja. Hé. Hey. Oh, kijk haar lopen. Zij is te wild. Deezy. Nobi. Jeboe. Ja. Het is de hoogste tijd, bedankt voor dat gezelschap. Melvin is ook. Oh nee, ja. Nou, die mag even weg hoor. Ik ga ook gewoon niet. Met haar wil ik even goede vrienden worden. Even kijken. Gewoon aardig. Vriendelijk. Hanna Klets. Karenzi. Oh, Fina. Mijn carrière gaat. Ik zag dat er meerdere dingen bij stonden. Het is alleen ter orde gekomen dat Summer bij een gerecht te maken werk als culinair. Oké. En ik ben net wat hoger. En ik heb creatief les. Fijn dat we even een praatje konden maken. Ik heb nog niet iets tegen je gezegd. Oh ja, en ik heb Deen. Ik heet Deen Varkentje. Dus nou, we moeten gewoon aardig tegen haar doen. Dat is gewoon leuk. Vriendelijk leren kennen. Jij? Uma Samzo Mag. Banji. Ik heb. Kiara Balansif. Ik heb. Fuba Torka. Ik heb niet iets veel speciaals, ik heb honger en ik moet een beetje nodig naar de wc. Deen heeft de volgende eigenschap van Summer ontdekt. Vrolijk. Dit is vooral heel vrolijk, oké. Okay. Oh, ik ben ook heel blij. Ja, zie, ik heb best wel een brede lach. Meer grappig. Grappig verhaal vertellen. Laten we even een leuk grappig verhaal vertellen. Yeah, boy. Maar ik heb dus de Sims 4. Oh nee, niet liefde. Ik heb dus de Sims 4 gekocht. En ik vind het echt best wel leuk. Dus ik kijk nu ook best wel veel video's van de Sims. En ik heb dus ook al één keer heb ik echt gewoon bijna 10 miljoen gecheat ook gewoon. Omdat ik echt gewoon ideeloos was en ik wou best wel een rijke familie maken. En dat was met Lisa en Maria. En ik heb gewoon één keer gewoon voor mezelf gespeeld. Maar die heb ik ook nog niet heel veel gespeeld. En oprecht compliment geven. Dat doen we dan ook. Ik vind wel dat het geluid hard staat. Ik wil even naar opties. Dat kan niet. Dan doen we even alt tab. En dan zien jullie even mij. Hey, hallo. Nu zien jullie mij dubbel en zien jullie mijn beeldscherm. Dan gaan we even hierheen en dan doen we. Oh nee, dit is mijn wifi. Nee. Nee. Gewoon even mijn geluid wat zachter. Ja, sorry. Maar ik vind dat ook gewoon even heinig. Maar ja, laten we even verder gaan. Nee. En ze is wel heel blij. Ze is best wel blij. En we zijn ook best wel goed bevriend. We kunnen. We kunnen ook gewoon. Oh, Shusha. Kijk, ideeën delen.
We kunnen ook vragen dat ze naar binnen wil komen. Gaan we samen. Ik wil haar opvleuren. En daarna gaan we vragen. Naar Vadish. Oh, Cardool. Rollen over buren. Ik denk dat we dan best wel... Oh, grapjesles. Dit is een grapje. Grapjassen zijn vaak speels. Maar ik ben blij. Ik ben echt alleen maar blij. Plezierig gesprek. Een goed gesprek is altijd verhelderend voor een geest. Ik heb ook nieuwe vriendschap. Sims worden vrolijk van maken van nieuwe vrienden. Ik ben ook goed gevoel. Oh, ze gaat even sporten, die vrouw. Een goede verzorgde Sim is een blije Sim. En natuurlijk, diepe band. Op het opbouwen van een sterke band met een andere kan tot veel blijdschap leiden. We gaan even achter de computer zitten, want we willen even ons plezier op doen. En we gaan even een blok spelen. Gamevaardigheden geleerd. Nou, ik kan dus nu ook gamen. Nou, superleuk. Dat boeit me ook vrij weinig. Het is vooral leuk. We gaan eerst even plassen. Dat is het eerste. En daarna gaan we even iets koken. Daarna gaan we even een tosti. Ik vind het wel echt... Ik vind... Ja, gewoon enkele maaltijd. Ik vind het wel iets... In The Sims 3 kon je meer. Dan kon je ook gewoon haar stylen van bijvoorbeeld... Dan had je aan de ene kant had je goud. En aan de ene kant had je blauw. En aan de ene kant roze. Maar nu kan dat niet meer. Want bijvoorbeeld de vriendin van mij, die had ik ook gemaakt. En die heeft gewoon zwart haar. Maar hier dan een paar gouden kleurtjes. En ik zat net even te zeiken. Alright. En daar is een hele wilde vrouw. Of zij is een beetje droepig. Kunnen ook hier gaan vissen. En dat is iemand van... Daar is Alexander van Kerkhof, ja... Waarom is zij binnen? Ze komt ook gewoon binnen en gaat een boek lezen. Wat een minkukel is dit. Summer holiday. Wat een minkukel. Ik wil even op de foto gaan. Met Summer. Maar eerst gaan we koken. Oh, een pantosti. Ik heb wel een pantosti. Ik heb een keertje een eitosti op. Die zijn best wel lekker. Dat was ook van Dylan Havens, had ik dat meegekregen. Dus ja, dat was best wel geinig. En kijk me nou eens lekker koken. Met daar op de achtergrond. Haar. Ja, haar. Oh, ik heb de pantosti klaar. Oh, het waren echt alleen maar kruimeltjes ook. Het waren alleen maar kruimeltjes en het wordt uiteindelijk een één grote tosti. Dus. Oh, ik ga even lekker smikkelen. Echt op zo'n keukentafeltje ook. Oh, wat lekker. Nou, hopelijk is het een beetje lekker. Het is nu 2:00. Nou. En ik wil even wat vriendschap opbouwen. Ik ga denk ik straks even douchen. Niet in het echt natuurlijk, maar even in de Sims. En wat heb ik... Jullie al één keer een zwembad kopen. Dat wordt er niet, want we hebben echt geen geld. Een vaatwasser kopen. Dat kan misschien nog wel. En een nieuw iemand ontmoeten. We gaan even een vaatwasser dan kopen. Dus hup. En dan gaan we even een vaatwassertje. Als ik weet waar die staan. Ik denk dat die hier staan. Maar waar staan mijn vaatwassers? Huh? Oh, ik heb denk ik ook een prullenbakje nodig. Of die staat... Oh, die staat er al. Maar waar staan mijn vaatwassers? Ik weet niet waar vaatwassers staan. Ik probeer het even niet wit. Dit wil ik heel graag. Nee, deze wil ik niet. Haha. Ik wil wel een teddybeer. Eigenlijk. Hup. Teddybeer, die gaat hier in de hoek. In de hoek.
En waar gaan we die neerzetten? Ik denk wel gewoon hier. En dan gaan we hem zo neerzetten. En ja. Maar we kunnen dus geen vaatwasser. Als jullie weten waar een vaatwasser staat, laat ze zeggen dan ook even. Grompie een andere naam geven en noemen hem. Als die even wil meewerken. We noemen hem Billy. Weet je waarom? Ik heb hier een beer liggen. Dit is Billy. Dat is echt één coole beer. Hij heeft ook een snor. Deze kennen jullie misschien uit slechte computer setup. Die computer staat hier ook, maar het is echt één oud ding. Die heb ik een keertje van mijn vader gekregen. Die had hem al een tijdje en toen had mijn broer hem overgenomen. En nu heb ik hem overgenomen. Alleen ik speel nu meer op een laptop ook. En die van mijn vader is. Dus. Dus deze. Ik vind wel echt dat ik er wel een beetje op lijk. Alleen een beetje de glimlach. Ik heb wel één grote mond. En, maar dat haar vind ik altijd wel cool. En al dus zo'n stropdasje, ja, dat vind ik wel cool. Oh, lekker snuiven. En we gaan even douchen. We gaan gewoon even douchen. Dat is de wc. We gaan douchen. En ik heb echt nul honger ook meer. Dus daar hebben we geluk in. Daarna gaan we dit even opruimen. En daarna gaan we even een schilderijtje opvakken. Maar eigenlijk, toen we 66 verdienden, hadden we eigenlijk meer geld verloren. Want het kostte 75 en we kregen maar 66. Oh, kijk hem daar douchen dan. Maar hij doucht wel snel, deze boy. Volgens mij is hij alweer bijna klaar. Ja, hij is alweer klaar. Ik douche echt misschien 20 minuten. Nee, maar wel meestal best wel lang. Waarom? Die vrouw die heeft daar ook gewoon een boek laten liggen. Ja, maar dit slaapt nergens op. Welk boek is het? Iemand die op een zonsondergang staat. Zo vind ik het ook altijd wel cool. Zo kan je een mooiere foto maken. En zo, helemaal ingezoomd, dan zie je alleen maar dat. Ja hoor, hij gaat even een schilderijtje opkwakken. En wat zal het zijn? Oh. Zo een bovenfries bij. We gaan meegluren. Nee, dat doen we niet. Maar dat is wel een hele wilde man. Nou, dan gaan we het even doorspoelen. Het wordt weer hetzelfde schilderij, hè? Noemen we deze speeleiland 2.0. Elke keer als we deze krijgen, noemen we een speeleiland. En als het niet zo is, mogen jullie in de reactie zeggen. En dan gaan we. Dan gaan we. Ja. Oh, niveau omhoog. Nice. Die kan nu kleurentheorieën met andere sims bespreken. Nice, Dane. Lekker. En wat heb ik nog nodig? Ik moet even straks naar de wc. Naar deze schilderij. En dan. Is die klaar? Oh, hij is klaar. Oké. Boek inlijsten. Naam. Speeleiland.nl 2.0. Misschien doet het hem wel, deze naam. Deze naam gaat het hem doen. We krijgen geld. Doe nou. Oh, hij is een boek aan het lezen. Nou, loopt hem dan ook gewoon zo'n boek. Kijk dan hoe snel dat ook gaat. Zo, jezus. Is hij nu alweer bijna dat boek uit? En hij heeft het boek uit. Of hij is er echt gewoon klaar mee. Als ik een boek lees, dan ben ik echt. Nee. Je gaat hem aan het verzamelen verkopen. Je gaat niet dat boek. Daarna mag je wel even dat boek gaan op. Oh. Ja, leg hem nog maar even terug. Nu ga je hem verkopen. Hoeveel gaat het? Yes. 94. Netjes. Dus ga maar nog even een schilderij maken, joh. Ga maar even nog een schilderij maken. Is leuk. Is leuk. En daar loopt de vrouw. En daar gaat een trein. Hij kan wel schilderen. Nee, dat meen je niet. Drie keer achter elkaar speeleiland. Dit gaat hem ook wat doen. Speeleiland 3.0 alweer. Jezus, man. Jezus, doe even normaal, alsjeblieft. Man, doe even normaal. Hij is alweer bijna klaar. Ja, het is klaar. Oh nee, hij is nog niet klaar. Ik
vind het wel een mooie shot zo. Oh. Kijk hem nou, kijk hem nou. Ik ben wel echt blij ook. Oh, het wordt donker. Hoppakee, klaar. En we gaan hem even het doek inlijsten. Gaan hem een naam geven. Speeleiland.nl 3.0. En daarna ga je hem even aan een verzamelaar verkopen. En je gaat niet achter zo'n computer. Computer, want dat vind ik niet leuk. En je gaat even wat eten daarna. Je gaat even een snelle maaltijd eten. Oh, ik weet niet hoeveel geld ik kreeg, maar ja. Tuinsalade, macaroni met kaas gewoon. Daarna ga je even plassen. Daarna ga je even plassen. En daarna ga je slapen. Maar eerst ga je even koken. Super cool intro. Ja, ik vind macaroni wel lekker. Vooral mijn vaders macaroni. Dat eet ik echt zo. Ik wil echt goed worden in schilderen. Zo krijg ik geld. En ik wil goed worden in koken. Zo kan ik ook in, bijvoorbeeld in een restaurant gaan werken. Dat lijkt me ook wel cool. Ik heb serieus nog nooit, eigenlijk haast nooit de Sims gespeeld. Of ik speelde de Sims echt maar heel even. En daarom was ik er klaar mee. Oh. Nee, dan ga je nu even, daarna ga je slapen. Dus nu ga je even. Oh, ik was nog aan. Nee. Die moet ophalen. Kost. Oké. Oh. Hij ligt net in zijn bed. Hij ligt echt zo van. Hij gaat ze liggen eigenlijk zo. Oké, ik ga even macaroni in de kaas eten. Nou, hij is ook best wel moe, hè. Daarom begrijp ik het ook wel. Ik ga ook altijd, als ik moe ben. Nou, ik heb altijd, als ik moe ben, dan ben ik heel erg moe. Ik ga geen tv kijken. Dan ben ik best wel moe. En dan heb ik eigenlijk echt, ja, dan wil ik gewoon slapen. Maar als ik dan even in mijn bed ga liggen en dan ben ik klaar, dan ben ik er eigenlijk alweer klaar mee. Even afwassen. Daarna ga je lekker slapen, Deen. Lekker slapen. Want slaap is belangrijk. En Deen is vrolijke sims zijn het algemeen vaker blij. Oké, we gaan hem even op pauze zetten. Want we zijn 23 minuten alweer bezig. Jezus man, dat gaat snel. Oké. Oh. Nu zien jullie mij even wat groter. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even op Game Forkje. Mijn haar is echt pracht. Oh, wat. Ik heb het echt al echt heel lang niet meer deze kant op gehad. Zo, nu ben ik even netjes. Nee, oh, wacht. Dan moet ik zo. Maar hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer ook zeker even op Gaming Farkje. Ik heb ook nu een nieuw kanaal. Heb ik nog niks op geüpload. Dat heet Tafelpioot. Tafelpioot. En dan J ertussen. Dus P-J-O-O-T. Ja. Abonneer ook even op. Daar komen misschien nog vlogs op of zo. Wat ik wel doen. Ik heb het al een vlog, maar die was een beetje mislukt. Was met taekwondo. Nee, niet met taekwondo. Met judo. We moesten dus op school gaan judoën. Maar ja. Maar hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook zeker op Game Forkertje. Ja. En like, abonneer. Zie ik jullie de volgende keer weer. En weet je wat ik dan zeg? You toodaloo. En tot de volgende keer bij de Sims. Huhu.